Het kerstfeest van dit jaar zal na 2 jaren gevierd kunnen worden, zoals gewoonlijk, zonder de dringende maatregelen van COVID-19. Dit zegt president Chandrika Prasad Santokhi in zijn kerstboodschap aan de gemeenschap. Hij drukt elke Surinamer op het hart om bij samenkomsten de Mohana-maatregelen in acht te nemen. Het staatshoofd benadrukt dat de successen voor dit jaar niet zijn uitgebleven. Het beleid heeft vooruitgangen geboekt om van Suriname een beter land te maken. Maar natuurlijk zijn we er nog niet. En we zullen ons blijven inzetten en keihard blijven werken. En we zullen blijven bidden, opdat het beter mag gaan met ons land en onze landgenoten. Als regering van Suriname hebben we de afgelopen periode geprobeerd om te streven naar de onderlinge vrede. Vanuit de liefde voor alle Surinamers hebben we ook geprobeerd om u ook te helpen om de dagelijkse uitdaging te overkomen. En ja, Lobby Brother Nassisa, we weten dat de afgelopen periode niet makkelijk is geweest voor velen. Maar we hopen ook dat u toch de lichtpunten hebt gezien. Wij zullen ook het komend jaar u blijven ondersteunen, zo goed als mogelijk. Het staatshoofd zegt dat de regering in haar dagelijkse werkzaamheden door Gods hand geleid wordt en bij alle besluiten die zij genomen het Surinaams volk voorop stelt. Kerst staat volgens Santokhi ook bekend als de tijd van vrede. Hij roept alle Surinamers daarom op om elkaar als gelijken te behandelen. We zijn allen op dezelfde wijze op aarde gekomen en zullen die ook op dezelfde wijze verlaten. Ik spreek de wens uit dat we vol vrede, liefde en saamhorigheid kerst met elkaar vieren en dat we elkander lief hebben. Laten we in deze dagen, maar ook hierna, met elkaar samenleven en wonen in liefde en vrede. Elkaar respecteren en lief hebben zoals de Schepper van ons vraagt. Lui bradangasisa, nolas bribi. Het komt goed met u en ons lobby sernang. En we gaan door met ons beleid met Gado Lek Ufesimang. Gezegende kerstdagen toegewenst. Geniet u met volle teugen van deze periode. God bless you all.